Waar zouden ze zitten? Oh, dat is ook slim. Dat geeft niet. Maar volgens mij zie ik jouw naam hier staan. Oké, okay, dat zit een mooie rode kamer, Esther. Mooi, hè? Ja, dat is een beetje vroeger opstaan. Ze zijn de zaal zwemmen. Ja, dat is de hele dag ook. Van 7 uur s'nachts bij 11 uur s'nachts. Ja, nee, dat is vlak. Je zet ons er wel heel veel in vol water op zo, hè? We vinden het erg leuk dat jullie hier vandaag aanwezig zijn op onze trouwdag. En ik sta hier eigenlijk gewoon met mijn mond vol tanden. Gelukkig wel. Geen idee wat ik moet zeggen nou. Maar we zijn erg blij dat het zo'n ontzettend mooie dag is geworden. Vooral qua bier. Ja. Daar zijn we erg blij mee. Ik wil graag toosten dat we nog heel veel jaren bij elkaar mogen blijven. En lekker zo leven. En lekker zo leven. Ik heb nu de gelegenheid om jullie toe te spreken. Vanmorgen heb ik het wel een lezing voorgelezen die door Esther geïnitialiseerd is. Maar ik wil graag zeggen dat ik heel blij ben met jullie huwelijk.
toen Esther geboren werd, was ik helemaal in de wolken en emotioneel dat ze geboren was, want ik had een dochter gekregen, de eerstgeborene trouwens. En vandaar ook zoiets, jullie konden misschien de kerk al iets van merken, dat je toch door emotie overmand wordt, wat ik er vaak niet zo heel erg veel last van heb, dat je met zo'n bruidspaar geconfronteerd wordt. Esther, ik vond het heel lief van je dat je vanmorgen de kerk in mocht brengen. Dat was een heel mooi moment voor mij. En toen jij jong was, wist je alles heel zeker. Je ging, je had een eigen mening. Hè? Vervolgens werd je met je studie wat onzekerder. Maar toen kwam Edwin in je leven. En toen kwam die zekerheid weer terug. Dus daarom zeg ik, ik ben ook heel erg blij met Edwin dat jij haar man geworden bent. Ik kan dat niet horen wat jullie zeggen. Ik hoef dat deze Edwin niet. Ja. Luister. Luister voor de andere Edwin. Ik heb maar één Edwin. Oh, nee. Oh, maar je Maar goed. Ik ben dus blij met de keuze van Esther. En over de veiligheid voor Esther, maar dat zit een beetje te tik in onze familie, een beetje veiligheid en bezorgdheid. Verzekeringen. Ja. Nou ja, goed. Daar ben ik nu wel zeker van. Edwin, je hebt getoond dat je met een auto ingestopt, je bent uitgekomen, uitgezaagd. Je hebt al eens geen auto-ongeluk gehad. Ik denk ook dat je op de snelweg Esther wel veilig zal vervoeren. Hoewel als ik nu moet bedenken hoe ik achter die auto's aanreed van vanmiddag, dan krijg ik zo'n twijfel. Ja, incident. Maar ja, goed. Nou. En Esther, met ons samen ging het ook wel lekker, want ik kan nog in termen herinneren in Terschelling. Dat was even, wie neemt nou de leiding? Doe jij het of weet je iets? Maar goed, geef me dan weer de leiding op. Dat ging heel lekker. Edwin is eigenlijk heel langzaam in ons leven geslopen en is ook niet meer weg te denken. En ik heb een groot respect voor Edwin opgebouwd. Hij gaat de moeilijkheden niet uit de weg. Hij heeft op momenten dat het toch even noodzakelijk was, gaat hij gewoon recht op zijn doel af. Hij is niet bang. En Edwin, ik ben erg blij met je. Dat wil ik toch maar zeggen. En ook echt trots erop dat jij mijn schoonzoon geworden bent. Of onze schoonzoon, moet ik uiteraard zeggen. Maar op deze dag vind ik dat Jaap, mijn vader, ook niet weg te denken is. Jullie weten dat natuurlijk niet, maar toen mijn vader in april overleden was, heeft Esther mij gesteund. En op het altaar hield zij een verhaaltje tegen haar opa. En dat ging ook zo van, opa, als jij telefoneert, en dan ging Esther meteen zo met telefoneren. Toen vertelde ze ook dat een paar dagen voor zijn overlijden, dat hij gezegd had, Esther, ik zal zorgen dat ik erbij ben. En toen heeft Esther gezegd, daar hou ik je ook aan. En dan vond ik het zo leuk dat Edwin gisteren tegen mij zei, van ik heb zo het gevoel dat Jaap er morgen wel bij zal zijn. Het weer zit allemaal mee en dergelijke. En dat is echt wel iets waarvan ik zeg, daar komt Esther niet mee, maar daar komt Edwin mee. Geweldig. Dus je kunt je voorstellen dat je daarmee toch mijn hart gestolen hebt. En ik moet ophouden met raadgeving, dat heb ik geleerd Esther, dat heb ik gezien met het schilderen van de flat. Maar ik vind het toch wel erg leuk dat je soms ook raadgeving vraagt. Maar ik heb weer opgeschreven wat ze beiden hebben. Esther is druk, leergierig en een tikkeltje perfectionistisch en muzikaal. Tikkeltje. Een tikkeltje. Oh ja. Dat is nog aardig. Dat tikkeltje. Ik dacht het wel. En Esther is daartegen rustig, relativerend. Het komt wel goed. En uiteindelijk genietend van het perfecte resultaat. Nou, dat hebben we samen gezien ook toen we dingen doen. Met deze twee persoonlijkheden die dus nu vandaag getrouwd zijn. En ik ben toch heel erg nieuwsgierig wat voor kleinkinderen zullen krijgen. Was je dat op korte termijn al? Of? Nee. Nou, ik hoop echt dat jullie dat krijgen. Perfectionistisch. En daarmee wil ik graag het glas heffen op Edwin en Esther. Of Esther en Edwin. Aanwezigen, vrienden, familie, vanavond nog meer familie dan
als we gisteren in dezelfde setting bijeen waren geweest. En dat is natuurlijk wat we vandaag vieren. Maar daar wilde ik het nu even niet over hebben. Waar ik het wel even over wilde hebben is getuigen. Veel mensen hebben mij vandaag benaderd. Je bent chauffeur, leuk voor je. Maar je bent geen getuige. We hadden eigenlijk verwacht dat jij, omdat vanwege de goede band met je moeder altijd, dat je dus getuige zou worden. En dat ben jij nou dus niet. Dus voel je je niet gepasseerd of zo. Er zijn echt enkele mensen die dat hebben gevraagd, geloof ik of niet. En ik zei, ik vind het veel leuker zo in de auto rondrijden. En bovendien bij elke Toyota dealer te koop, al vanaf zo'n €182.000 in de prijslijst. Maar voor 2 ton heb je hem zoals je hier staat. En dat is inclusief BTW. Hij is overigens ook op grijs kenteken te krijgen. Maar is toch alweer een stuk voordeliger. Maar daar zal ik u vanavond over individueel benaderen. Ook daar wil ik het nu even niet over hebben. Dat voert iets te ver. Ik wil het eens hebben over getuigen. Want, nou Ronald, jij bent getuige geweest vandaag van het huwelijk. Maar ik ben eigenlijk getuige geweest van iets veel mooiers. En dat zijn die momenten vlak voor de huwelijksvoltrekking. En die momenten vlak na de huwelijksvoltrekking. Want tuurlijk, iedereen weet wat er gaat gebeuren in zo'n kapel. Ze geven elkaar het ja-woord. Er kan eigenlijk niks meer fout gaan. Misschien die ene plooi in de jurk valt verkeerd of zo. Dat is dan het ergste wat er kan gebeuren. Maar het gaat allemaal goed. Maar die momenten vlak voor die huwelijksvoltrekking en vlak na, ja, dan is het natuurlijk stressen en na afloop is het wel goed gegaan en zo. Nou, van die momenten ben ik dus getuige geweest. Dus vraag mij nu niet alsjeblieft vanavond van waarom was jij nou geen getuige vanavond van die huwelijk? Ik was absoluut getuige. Ik was de enige echte getuige van alles wat ging gebeuren. Met het foto nemen, jullie zullen vanavond, of na vanavond, en misschien vanavond ook nog wel, een en ander leuk verhaal over kunnen vertellen. Want die foto's neem ik, als ik nu even aan terugdenk, stel je voor je rijdt een spoor over. Een spoor waar maar 2 keer per dag een treintje voorbij komt. Hè, dat is een spoorlijn. En er staat een auto achter je en juist op dat moment rijdt er een trein voorbij. En er staat een auto voor je, stil geparkeerd. En achter je staat een auto over de spoorlijn. En er komt een trein aan. En dan zijn er momenten van, nou, dit wordt een heel gedenkwaardig huwelijk. Maar niet in de zin waarop we allemaal hadden gehoopt. Ja, dat gaat dan allemaal weer net goed. En dan zijn we die momenten, je komt snel weer bij adem. En dan snel weer over tot de orde van de dag. En de foto's worden genomen. En je gaat weer verder door. Maar dat zijn toch herinneringen die me vandaag bijblijven. En juist die momenten die ik vandaag Edwin en Esther met jullie in de auto heb mogen delen, zullen het meest bijblijven. Vanavond weet ik, wordt een fantastisch feest. Maar van vanavond weet ik van tevoren dat ik me niet te veel meer zal kunnen herinneren. Van de fotosessie daarentegen weer wel. Ik noemde net één voorbeeld. Op zo'n moment, ik zag mezelf eigenlijk haast al een beetje voor me. Je bent niet meer te houden van de zenuwen. Gestrest. En dan toch, dat zijn eigenlijk de momenten waarop je laat zien wat je waard bent. En ook naar elkaar toe. Als je op zo'n moment weet in te houden, en ik weet als een van Breda hoe moeilijk dat soms kan zijn. Als je op zo'n moment weet in te houden en de ander toch weet gerust te stellen van het komt allemaal goed. En na afloop kunt zeggen van, nou, dat was fantastisch en iedereen zat daar met een lach op zijn gezicht. En we kunnen terugkijken op een geslaagde ceremonie. Die momenten, die kleine woordjes die je met elkaar deelt, dat maakt het huwelijk. Hè? Die kleine woordjes, niet dat grote, hoge ja-woord. En die kleine woordjes, daar mocht ik vandaag getuige van zijn. En naar aanleiding van die kleine woordjes, en niet naar aanleiding van dat grote woord, weet ik dat jullie vandaag echt met elkaar in het huwelijk zijn getreden. En
De glazen zijn inmiddels weer volgeschonken. Waarvoor dan? En daar wilde ik toch met jullie allemaal nog even om troosten. Niet om op de grote woorden, niet op het grote ja-woord, maar juist op die kleine woorden die vandaag ook zo'n geslaagde dag hebben gemaakt. En ik weet dat er nog heel veel dagen volgen. En ik hoop dat ik daar af en toe een dag met jullie mee mag delen. Edwin en Esther, op jullie leven. Draait is Frits, dan kan ik even zien hoe schitterend. Dan ga je helemaal opeten. Kijk uit, hoe? Nou, ik maak voor die meneer wat lastig. Ja, dat kan. Ja, hoe heet het? De blauwe zaal heet de Marquise. Vind ik ook die lekker op de steek. Waarschijnlijk hebben we geen tijd om meteen om echt met elkaar te praten. We gaan straks nog een soort van dankwoord uitspreken. Iedereen die hier zit was sowieso al eer gast. En we weten niet hoe we jullie los van elkaar apart zouden moeten bedanken. Want iedereen heeft op zijn manier enorm veel voor ons gedaan. Dat horen we dan ook. Maar we zien jullie zo meteen.